Enige weken geleden zijn we op bezoek geweest bij de Kledingbank Egmond. De kledingbank opgericht omdat er in Nederland eigenlijk geen armoede mag en kan zijn. Sinds een paar weken heeft de Kledingbank Egmond ook een voedsellokaal in gebruik genomen, omdat er eigenlijk niemand zonder eten de avond in mag gaan. Inmiddels maken al 35 gezinnen in de regio van de Boeg gebruik van dit voedsellokaal. De Kledingbank Egmond wil dat iedereen te eten heeft en daarom willen ze meer bekendheid geven aan dit initiatief. Tijd voor Biet TV om eens langs te gaan in Egmond om dit voedsellokaal onder de aandacht te brengen. Ik ben Rens Louter, ik ben vrijwilliger van de Kledingbank. Dit is de voedsellokaal waar we nu in staan. Mensen met minima proberen we niet alleen aan kleding te voorzien, maar ook aan voeding. Wij zijn dus een sociale winkel. Het is ook de bedoeling dat mensen zelf pakken wat ze nodig hebben. Het is niet de bedoeling dat wij voorverpakte dozen mee gaan geven. Vaak worden daar producten in meegegeven die mensen eigenlijk helemaal niet gebruiken of lekker vinden. Dat zou doodzonde zijn, want dan wordt het weggegooid. En daar heeft niemand aan. Dus het is gewoon op eigen initiatief weten mensen gerust wel wat ze zelf willen en ook wat niet. Er staat van alles. Het is de bedoeling dat mensen één artikel per plank meenemen. We hebben 22 planken. Elke week mogen de mensen langskomen. Eén keer in de week. Op vrijdag vanaf 11 uur. Dan kunnen mensen voedsel komen halen. Eén keer in de maand, de eerste vrijdag van de maand, kunnen mensen ook wat luxere artikelen meenemen, zoals shampoo en dergelijke dingen. En elke keer als ze komen betalen ze een euro. Ook op die ene vrijdag dat deze hoek open is eigenlijk, is het nog steeds 1 euro. Dit is Jeroen van Stoer, hun sponsoren vers voedsel voor ons. Alles weer vers. Inderdaad, zoals u ziet, groente, vlees, fruit. Dat wordt hier allemaal door gedoneerd. We zijn altijd op zoek naar nieuwe donaties, uiteraard. Ook zoeken wij meer mensen die we kunnen helpen hiermee. Vers brood vanmorgen bij de bakker gehaald. Er is hier ook weer wat groente. Fruit hebben we. We hebben lang houdbare spullen. Nou ja, dit zijn dus de goederen die net binnengekomen zijn. Door Jeroen. Het ziet er allemaal lekker uit. Het ziet er allemaal lekker uit. Ja. Dat stoppen we hier in de koelkast, zodat het vers blijft voor de klanten. Dus wil je doneren, dan is dat mogelijk. We zijn altijd op zoek naar nieuwe sponsoren en donateuren. Dat kan in de vorm van geld of in de vorm van goederen. Kleding is ook nog steeds altijd welkom. Denk je nou dat jij recht hebt om in aanmerking te komen hiervoor? Dan kan je altijd naar onze website toe gaan of even contact opnemen met de Kledingbank.